Willem II heeft woensdagmiddag de eerste nieuwe aanwinst gepresenteerd voor na de winterstop. Het is de 24-jarige Saïd Boutahar, een aanvallende middenvelder die nu nog onder contract staat bij het Nijmeegse NEC. Boutahar wordt tot aan het einde van het seizoen gehuurd. Ik denk dat Willem II een goede overstap is voor mij. Het is een club met ambitie en ik denk, ondanks dat het moeilijk draait op dit moment, dat het toch een club is dat natuurlijk omhoog zal kijken op een gegeven moment. Vanaf welk moment werd de belangstelling voor jou concreet voor Willem II? Een paar weken geloof ik is het alweer aan de gang. Ik heb me niet echt mee bezig gehouden. Ik denk dat ik speelde bij NEC en ik hou me liever bezig met het spelletje. De club en de zaakwaarnemers waren eigenlijk ermee bezig. Had je meteen een goed gevoel bij deze club of waren er nog andere opties waar je eerder aan dacht of misschien ook aan dacht? Ja, er waren wel andere opties, maar dan moest ik eigenlijk meer naar het buitenland gaan kijken. Ik denk dat het voor mij beter is om nog in Nederland te blijven een aantal seizoenen. Ik denk misschien 1 of 2 seizoenen. Want om naar het buitenland toe te gaan, vind ik dat je hier eerst moet slagen. En ik denk dat ik heb vaak meegemaakt dat spelers te vroeg naar het buitenland zijn gegaan en zijn niet geslaagd. En dan zijn ze al bijna 30. En ik denk dat ik op een leeftijd zit dat ik hier nog kan voetballen. En ik denk dat Willem II de juiste club voor mij is. Ja, nou eigen zeggen heb je je beste periode in de Eredivisie gehad bij RKC. Dan ben je weer terug in het Brabantse bij Willem II, de buurman. Hoe voelt dat, denk je? Ja, laten we hopen dat we weer zo'n goed seizoen draaien. En dan met een goede club daarna. Je wordt weer herenigd met je grote vriend Monier El Amdoui. Heb je er nog veel contact mee gehad? Zeker sinds dat hij weer in Nederland is, maar ook na zijn blessure. Ja, absoluut. Ik heb hem toevallig nog gisteren aan de lijn gehad. Dus wat dat betreft hebben we natuurlijk genoeg contact. Maar hij zit natuurlijk vaak in Zeist. Alle werkdagen moet hij natuurlijk revalideren. Hij is heel erg druk bezig met zijn blessure. Ja, en ik heb natuurlijk bij NEC gevoetbald. En dat is ook een eindje rijden. Dus daar ben je natuurlijk allebei druk bezig. Maar ik denk dat we na dit seizoen, als we natuurlijk ons hebben gehandhaafd, dan gaat het natuurlijk een lekker seizoen worden met Mooney erbij. En natuurlijk de andere spelers die ook heel erg belangrijk zijn voor het team. Want je doet het toch met z'n 11. En eigenlijk als ik het goed zeg, dan met het hele team. En ik denk dat we dan ook al wel vaker zullen zien. Voorzitter Hans Verbund van Willem II is dik tevreden met de nieuwe aanwinst. Dit is vooral een heel erg belangrijke schakelspeler. Die de creativiteit in het elftal brengt en die de spits ook beter laat voetballen. Omdat hij natuurlijk heel goed is in steekbasis. Hij heeft ook een goede vrije trap, dat is ook belangrijk. En verder zijn we dan gaan kijken naar verdedigende middenvelder en waarschijnlijk nog iets in de spits. Ja, Saïd Boutahar is zeker iemand waar ook de mensen vanuit het stadion komen. Ook erg belangrijk natuurlijk voor de klantenbinding met Willem II. Nou, wij zijn een verwend publiek door de jaren heen en dit is echt een Willem II voetballer. Ja, daar ben ik het voorkomen mee eens. Komende donderdag vertrekt de selectie van Willem II naar Zuid-Portugal voor een trainingskamp. Assou Ekotto, Peersman en Kerkes reizen niet mee. Peersman en Kerkes mogen weg bij de tricolores en Assou Ekotto staat op het punt getransfereerd te worden. Saïd Boutahar gaat uiteraard wel mee naar de Algarve.